Regelmatig plaats ik screenshots van aandelen, van koersen van aandelen op mijn Instagram. Natuurlijk wanneer de beurs geopend is, maar ook op het moment dat de beurs net gesloten is of voordat de beurs nog open moet gaan, met de koersen van dat moment, met de voorbeurs of nabeurskoers. En ik krijg dan ook regelmatig de vraag van, ten eerste, waar haal je deze informatie vandaan? Hoe komen deze koersen tot stand? En kan ik daar ook van profiteren? Wie en waar kun je deze aandelen dan kopen? Dus dat zijn de vragen rondom voorbeurs- of nabeurskoersen die we gaan behandelen in deze video. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Zoals gezegd, in deze video gaan we kijken naar de koersen buiten de openingstijden om, dus voorbeurs- en nabeurskoersen. En dus is het belangrijk om te weten wat de openingstijden zijn van de beurs. Kijk bijvoorbeeld naar onze eigen AEX, de Amsterdamse beurs. Deze is op maandag tot en met vrijdag geopend van 9 uur 's ochtends tot 5:30 's middags. En dat is dan de gewone weken. Natuurlijk op dagen, feestdagen, nationale feestdagen. Dan is de beurs gesloten. Kijk bijvoorbeeld naar de Nasdaq. Deze is ook van maandag tot en met vrijdag geopend. Alleen dan van 9:30 tot 4 lokale tijd in Amerika. En dat is dus iets korter dan de beurs hier bijvoorbeeld in Amsterdam. Maar ook degene in Frankfurt of degene in Londen. En dat is ook de reden geweest dat in Amerika hebben besloten om in 1991 aftermarket aan te bieden, oftewel nabeurshandel. En dat wil zeggen dat beleggers dus de mogelijkheid hebben om ook als de beurs gesloten is toch nog orders in te leggen en ook verwerkt te krijgen. En later is dat zelfs ook nog naar pre-market gegaan, wat wil dus zeggen dat eigenlijk voordat de beurs open gaat die dag, wat normaal 9:30 is, dan 's ochtends vanaf een uur of 8 ongeveer, dat je dan ook de orders alvast in kunt leggen en eigenlijk kunt reageren op het nieuws van de laatste moment. En laten we dan gaan kijken naar de voor- en nadelen van deze voor- en nabeurs handelen. Want het klinkt natuurlijk heel erg interessant, maar er zijn zowel voordelen als nadelen. Ten eerste de voordelen, want zoals ik net al zei, je kunt dan eigenlijk inspelen op het laatste nieuws. Vaak is het zo dat bedrijven net nadat de beurs gesloten is, uitkomen met belangrijk nieuws, met belangrijke kwartaalcijfers, jaarcijfers. En dan kun je dus eigenlijk al meteen reageren zodra ze uitkomen. Of eventueel op het moment dat ze het voorbeurs presenteren. In Nederland zie je vaak dat bedrijven bijvoorbeeld 's ochtends om 8 uur de cijfers bekendmaken. Terwijl om 9 uur de beurs dus open gaat. Dus dan heb je nog een uur de tijd om je in te lezen. En dus ja, een oordeel te vellen over wat nou de juiste koers is. En een tweede voordeel is dat je een beetje een indicatie kunt krijgen van wat er de volgende dag gaat gebeuren met de koers van het bedrijf. Van het aandeel zelf of misschien wel met de hele beurs. Want omdat er buiten openingstijden dus nog orders ingelegd en verwerkt kunnen worden, heb je een beetje een idee van waar de koers naartoe gaat. En ook dus al als je zelf geen orders hebt, kun je toch zien wat er gebeurt met het aandeel, hoe beleggers reageren op bepaald nieuws bijvoorbeeld. Maar zoals gezegd zijn er natuurlijk ook nadelen bij het voor- en nabeurs handelen. En die hebben vooral te maken met het volume, of eigenlijk het lagere volume van handelen. Want dat heeft ermee te maken dat niet iedereen de beschikking heeft om voor- of nabeurs te handelen. Dat is vooral afhankelijk van je broker die je gebruikt. En juist omdat niet iedereen dit kan doen, heb je ook te maken met lagere volumes. Wanneer de volumes dus laag zijn, oftewel niet zo heel veel mensen bieden aandelen aan of willen aandelen kopen, dan krijg je automatisch een grotere spread. En dat is eigenlijk de spreiding tussen de koers waarop mensen iets willen bieden om te kopen of een prijs waarop mensen het aandeel willen laten gaan. Dus de bied- en laadkoers liggen verder uit elkaar. En dat is dus eigenlijk al een niet zo goed beeld als dat je eigenlijk gedurende openingstijden zou hebben. Want gedurende de openingstijden, wanneer er dan veel volume is, liggen deze prijzen heel dicht bij elkaar. Maar zoals gezegd, bij een laag volume buiten openingstijden gaat het dus verder uit elkaar liggen. En dat zorgt dus eigenlijk voor dat de koersinformatie die je dus bijvoorbeeld na beurs ziet ook niet zo heel betrouwbaar is, of in ieder geval minder betrouwbaar is dan juist gedurende de openingstijden, juist om vanwege het lage volume. En gesproken over koersinformatie, waar kunnen we dan de koersinformatie vinden van het voor- of nabeurs? Nou, ik doe dat vaak via Yahoo Finance. Yahoo Finance gebruik ik sowieso vaak voor koersinformatie. Op de website van Yahoo Finance kon ik het niet vinden, maar waar ik vaak screenshots van maak die ik deel, dus op mijn Instagram, @eenpassiefinkomen, dat is via de Yahoo Finance app. Daar zie je eigenlijk altijd post, oftewel nabeurs, of pre-market, oftewel voorbeursinformatie staan. Dus dan heb je eigenlijk al een beetje idee hoe een koers kan reageren. Zo zagen we bijvoorbeeld vorige week Tesla. Het was in één keer een heel slechte dag. En dat ging in één keer nabeurs geloof ik al zelfs, of voorbeurs, 13% in de min.
uiteindelijk 21% in de min. Dus het werd nog slechter gedurende de openingstijden. Maar zo heb je dus wel een beetje een beeld, een actueel beeld van het aandeel buiten de openingstijden om. Maar wil jij het niet via een app volgen, maar juist op je computer bekijken, dan gebruik ik vaak de website marketwatch.com. En juist daar kun je altijd zien wat de koers is, wat die dag is geweest. Maar ook of het eventueel na de beurs of voor de beurs de koersinformatie is. Zo heb je eigenlijk altijd het laatste beeld. Dezelfde cijfers trouwens als bij Yahoo Finance, alleen niet in een app, maar via de website, zodat je het makkelijk via de computer kunt bekijken. Maar hoe ontstaan deze koersen dan? Nou, dat kan eigenlijk op twee manieren. Ten eerste de orders die direct verwerkt worden. Dat is een beetje afhankelijk van de beurs of broker die je gebruikt, want niet elke beurs of broker kan het ook meteen verwerken. Maar het zijn vaak de grote institutionele beleggers die toegang hebben tot dit soort dingen en dus heel snel kunnen reageren. Denk aan grote banken bijvoorbeeld, maar ook soms dus kleine particuliere beleggers. Als je gebruik maakt van de juiste broker, in Amerika is dat heel normaal. Denk bijvoorbeeld aan Robinhood, daar kan iedereen ook voor, ja, van deze dingen gebruik maken. Maar de koers kan ook tot stand komen bij orders die niet meteen verwerkt worden. Denk bijvoorbeeld bij Nederlandse brokers. Dan gaan ze gewoon kijken naar het orderboek. Kijken hoe mensen reageren op het laatste nieuws. En eventueel dan een order inleggen voor morgen of een doorlopende order voor de komende dagen. En op basis van alle orders in het orderboek, oftewel de aankooporders en de verkooporders, kun je zien wat het sentiment van beleggers is. Willen ze vooral kopen of willen ze vooral verkopen en tegen welke prijs is dit? En op die manier kan een broker, ook al verwerkt hij de order, dus niet toch al een koersinformatie krijgen, eigenlijk zelf berekenen, omdat je vraag en aanbod eigenlijk al inzichtelijk hebt. En kun je dan ook buiten de openingstijden handelen hier in Nederland? Over het algemeen bij de meeste Nederlandse brokers is het antwoord nee, dat is niet mogelijk. Maar het hangt een beetje af van welk platform ze gebruiken. Want wanneer ze nou een buitenlands platform gebruiken, dan is het vaak weer wel mogelijk. Kijk bijvoorbeeld naar de Giro, ze hebben een eigen Nederlandse platform en kun je dus niet gebruik maken van het voor- of nabeurs handelen. Maar kijk je dan bijvoorbeeld weer naar bijvoorbeeld Lynx of FlatEx. Zij hebben allebei maken gebruik van een buitenlands platform. Daar kun je dus ook buiten de openingstijden wel handelen. Hou alleen wel rekening mee dat ten eerste daar vaak hogere kosten aan verbonden zijn. En ten tweede dus de bied- en laadprijs verder uit elkaar liggen. En het is dus maar de vraag of jij de juiste prijs betaalt voor dat moment. En de vraag is dan ook vooral of het wel interessant is voor kleine particuliere beleggers zoals jij en ik. Juist vanwege die hoge kosten, de brede spread en eigenlijk ook nog de koersinformatie die lange na niet zo betrouwbaar is als gedurende openingstijden. Dus laten we nog gaan kijken naar een voorbeeld van Investopedia waar we dat eigenlijk terug zien komen. Hier zien we het aandeel van Nvidia op de beurs op de Nasdaq. Dat is rond 14 februari van 2019 was dat. Na de beurs komt er waarschijnlijk goed nieuws, goede kwartaalcijfers bijvoorbeeld, en schiet het aandeel dus ook flink omhoog. We zien dan in één keer dat de koers van zeg maar rond de $155 naar bijna $170 schiet. Nou, gedurende de after hours trading dan gaat het wel weer een beetje langzaam omlaag, omdat misschien mensen te positief zijn geweest, het aandeel te graag willen hebben. En dat gaat zo eigenlijk door ook naar de volgende dag. Dan hebben we dus te maken met voorbeurs, oftewel pre-market. Dan is nog steeds beleggers die er wel een beetje op reageren. Nog flink wat schommelingen. Op een gegeven moment gaat dan om 9:30 de beurs open. En dan zijn over het algemeen de meeste beleggers met het meeste volume, die denken er toch anders over. Waardoor eigenlijk in het eerste uur juist de koers weer hard afneemt. Van rond de $165 naar ongeveer $155. En gedurende de dag zien we nog wel wat schommelingen. Maar dan hebben we dus zeker te maken met de piek die we eerder zagen, juist bij nabeursverhandel, dat die eigenlijk gedurende het eerste uur weer helemaal weg is wanneer de beurs dan weer open gaat. En zo zien we dus dat eigenlijk het heel erg interessant klinkt, maar misschien helemaal niet interessant is. Het hangt er een beetje af van hoe mensen reageren. En vaak denk ik voor particuliere beleggers dat het niet zo interessant is. De schommelingen zijn heel groot, de onzekerheid is heel groot, de kosten zijn hoog. Maar vaak grote bedrijven, die kunnen hier nog wel eens op inspelen. Maar dat is mijn mening en misschien denk jij daar wel anders over. Hoe dan ook, ik hoop dat je iets hebt kunnen leren van deze video. Dat je in ieder geval weet waar je de informatie kunt vinden en hoe je deze informatie kunt interpreteren. En heb je nou nog toevoegingen of juist andere feedback op deze video? Laat dat dan weten in de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video en wil ik weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik meer van dat soort video's maken? En wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik onder deze video op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.